En die zei, Janne, alstublieft, waarom maakt u daar niet gewoon een voorstelling van? Bon. Wie heeft er hier al een keer iets gepikt? Procentueel kan dit niet, hè? Dyslexie, dat is geen ziekte. Dyslexie, dat is een excuus. Voor kindjes die te lui zijn om een dictaatje 3 keer daar te lezen. Meisjes, wij gaan vandaag onze eigen savetten naaien. Kom hier, die rest nog binnen. Wow. Als een raam openstaat, dan is dat niet inbreken, dan is dat erom vragen. Mevrouw, jij hebt 6 fietsen gepikt en jij hebt nog nooit fiets teruggepikt. Ik heb mijn vader ziek gemaakt. En jij, mevrouw, jij begrijpt dat niet. Met uw vragen over het kruidvat en 100 euro. En uw verhalen over savatten en dyslexie. Jij begrijpt niet als je zeker weet, ik heb het verkloot. Ik ga nooit iemand worden, mevrouw.